Raalte ligt in het centrum van Salland. De Sallandse mentaliteit is er goed herkenbaar. Het heeft een Bourgondische inslag. De vele feesten en activiteiten zijn daar het bewijs van. Zo ook de reunie die vandaag wordt gehouden. Kom jij ook? Ik hoorde dat ze wel 500 keer gereageerd heeft op de pagina. En toen ze haar moeder vertelde wat hier vandaag aan de hand was. Nou, hoeveel tellen deze nu over het besluit? Twee? Drie? Nog niet eens. Het is hartstikke mooi om te zien. Al die gezichten vanmiddag hier. Dat we toch met z'n allen... Het is niet mijn pagina, het is de pagina van iedereen. Want iedereen draagt bij, waardoor het interessant blijft. Maar als voortrekster, Hans, toch een stuk speculaas, ook voor Jorik. En van harte aangevonden. Dankjewel. Ja? Ik heet u in de eerste plaats allemaal van harte welkom op deze eerste Raalte-reunie. Het is een beetje uit de hand gelopen, vanzelf heel spontaan begonnen met opmerkingen dat mensen wel eens behoefte hadden aan een reunie. Nou ja, u heeft zelf meegemaakt hoe het verder gegaan is. En de oproepen via Facebook en via de kranten. Nou, de zaal zit zo goed als vol. En ik wou, omdat een aantal mensen vanmiddag een eigen programma heeft vanuit gebeurtenissen vanuit de oorlog, wil ik graag eerst even Levi Barend naar voren halen. Dan kan ik even aangeven waarom dat hij hier vanmiddag aanwezig is. En als hij het prettig vindt en de familie Paalman wil ook even meekomen, dan kan ik het verhaal in één keer vertellen. Ja. Vorig jaar september liep er een mailtje binnen van het programma Adres Onbekend van de KRO. Met het verzoek van kunnen jullie ons helpen? En jullie, dat was Raalte Kloppedie. En Levi was op zoek naar een familie in Raalte. Het enige wat hij wist, dat het een gezin was met 12 kinderen. En de vader des huizes was keurmeester. En dat mailtje dat liep binnen en dan krijg je zo'n pingeltje. En ik heb dat meteen geplakt en geknipt en op de Facebookpagina gezet. Nou, en toen de Raalte reageerde binnen een paar minuten. Want iedereen wist al ietsjes van het verhaal of had een aanwijzing. 12 kinderen en een keurmeester. Enfin, we zijn in de uitzending gekomen. Levi heeft uiteindelijk de familie Paalman gevonden. En daarna bleef het een tijdje stil. En toen heb ik Levi even contact van, is het niet iets voor jou om deze reunie, de eerste Raalte-reunie, te combineren met je bezoek aan Raalte, zodat je na 45 uiteindelijk contact weer met de familie Paalman kunt leggen. Het moet allemaal heel stil zijn, dus er wordt heel weinig over de oorlog verteld. Dus je kunt je verdiepen in Raalte in de tijd dat jij hier ondergedoken bent. Dankjewel. En voor de familie Paalman ook eentje. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Nee, die pet ken ik wel.
Raap is altijd nog wel enigszins in mijn gedachten gebleven. En bij deze voel ik me toch wel een klein beetje een Raapenaar. Daarna worden er nog enkele oude films vertoond. Heb ik het beeldje teruggepakt en stap voor stap gekeken. En ja, het was inderdaad Luikenspeekmarsch. Ja, de oude collega's moet je altijd gaan denken in dit soort zaken. Dus ik heb het doorgespeeld aan Stento de volgende dag. Want die zitten s'avonds met Sluitingstijk, die kijken het journaal niet. En vervolgens is er weer nog een leuker filmpje uitgekomen. Dat in de wandelgangen van het Vaticaan iemand met een hele grote bel Joringspeekmarsch, oftewel Luikenspeekmarsch, liep. En daarna was heel Raalte van de leg, want de Raalte speculaas was toch wel helemaal in Rome terechtgekomen. Heel veel bezoekers hebben ook oude foto's meegenomen. Namens iedereen hier aanwezig, Richard met name, heel hartelijk wil bedanken voor het organiseren van deze middag. Het begint met iets kleins, het begint met het digitaliseren van foto's. Het wordt steeds groter en groter en iedereen wordt steeds enthousiaster en fanatieker. En ik vind dat een dankjewel aan Richard namens ons allen hier op zijn plaats is. Want hij is uiteindelijk degene die voor dit geheel heeft gezorgd. Een stukje gezelligheid. Goedenavond. Dus ik hoop dat jullie met veel plezier al weten. Dankjewel. Bedankt aan ons allemaal. Ik dacht even dat je met s'avonds een productje kwam, maar dit is ook lekker. Oké.